Hoi. Een yoga workout voor de benen. De benen worden vaak onderschat. Als we meer oefeningen zouden doen voor de benen, dan krijgen die benen meer kracht, meer stabiliteit. Zie het maar zo, je benen zijn je basis. Ze brengen je overal naartoe de rest van je lijf die steunt daarop. Krachtige benen geven een krachtig lichaam. Zo moet je hem zien. Pittige oefeningen, dus maak je klaar. Kom voor op je mat staan. Adem in. Lift je borst. Adem uit. Laat hem los. Adem in. Lift je borst. Adem uit. Laat hem los. Nog één. Eén. En uit. Rechterbeen naar achter. En terug. Nog een keer. Achter. En terug. En achter. En terug. Hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Laatste. Hielen. Los. Alsof je heel snel wil lopen. Zak door je knieën. Billen bewegen mee. Sta stil. Inademend. Armen op. Uit handen voor de borst, rechterbeen naar achter. En armen opzij. Armen op en draai naar voren. Plaats de handen onder de schouders. Adem in, armen op. Draai mee, stukje naar achter. Adem in, armen op. Adem uit. Nog één keer. Draai. Voel die strekking in je been. En terug. Handen onder de schouders, linkerbeen achter bij je rechter. Maak er een mooie puntige hond van. En loop dan met je voeten richting je handen voor de staande vooroverbuiging. Als je er niet bij kan, pak twee blokken. Diepe in. Houd de armen naar voren. Strek het lijf. Plaats de handen voor de borst. Diep in. Uit linkerbeen heel eind naar achter. Deze gaat anders. Armen zijwaarts omhoog. En dan kruip je met je rechtervoet steeds een stukje verder naar voren. Voel je die spieren aanspant, loslaat. Totdat je niet verder kan. Strek de armen. Voel die krachtige benen. Linkerhiel duw hem naar beneden. Knie schuift lichtjes aan. Armen zijwaarts naar beneden plaats de handen onder de schouders. Adem in en kom omhoog. Adem uit en zak. Adem in en hoog. Adem uit en zak. Rechterbeen achter bij je linker. Mat breedte uit elkaar. Duw de billen naar achter toe, oren tussen de armen. De hielen naar beneden brengen. Rol naar je tenen. Voel die golvende beweging in je rug. Laat je knieën zweven boven de mat. Knie schuiven aan. Zweef. Aan. Zweef. Aan. Zweef. Aan. Zweef. Zweef. Nog één. Zweef. Deel de billen naar achter. Loop met je voeten naar je handen in de staande vooroverbuiging. Adem in. Uitademend armen voor en op. En plaats de handen voor de borst. Adem in, breng de armen zijwaarts omhoog. Adem uit, kom in de stoel. Adem in, kom omhoog. Adem uit, stoel. Adem in, kom omhoog. Nog één keer stoel. Adem in, kom omhoog. Uitademend, handen voor de borst. En laat hem los. Loop naar het midden van je mat. Zet je benen weer goed neer. En diep in, open de borst. Schouders laag. Vol de benen. Heb je het gewicht goed verdeeld over voorvoet hiel? Je haakt de vingers in elkaar, alsof je aan iets wilt trekken. Ja, als je het gevoel hebt dat je aan iets wil trekken, dan voel je dat die borstspieren gaan meewerken. Je creë creëert hier een stabiele basis. Je rechterbeen wordt je standbeen, dus je knie ietsje van het slot, zodat je kan sturen met je knie. En dan til je je linkervoet los in je bovenbeen komt zo horizontaal, en dan zak je een stukje door je rechterknie en op, zak en op. Als ik nou te snel ga voor jou of te langzaam, pas het aan hè? En zak. En op. We doen hem nog één keer. Zak. En op. En dan laat je die vingers los. Armen opzij. Duimen wijzen omhoog. Linkerbeen komt langzaam naar achter toe. Je knie laat je gebogen. Klein stukje naar voren buigen. Dan breng je de armen naar voren. Nekspieren aanpassen. Inademend, armen op alsof je jezelf meetrekt. Je linker knie wijst naar beneden. Plak je benen maar aan elkaar. Uitademend, handen voor de borst en zak een stukje door je rechterknie. Dan breng je je linkerbeen helemaal naar links. Spreidstand. Armen, zijwaarts omhoog. Lift je borst. Uitademend, buig naar beneden. Plaats de handen onder de schouders. En trek je kin ietsje richting je borst. En los. En kin richting borst. En los. En kin richting borst. Hou hem daar. Want als je je kin steeds naar je borst hebt gebracht, dan heb je de spanning van de rug veranderd de rugspieren gehaakt aan de beenspieren. Heb je een mooie combinatie gemaakt? Oké, okay, die combinatie laat je nu weer wat veren. Lift je hoofd, je borst, kom op de puntjes van je vingers, je hoofd tot in je nek en je zigzag voeten naar elkaar toe. Je hoofd gaat vanzelf eigenlijk naar beneden. Plak je benen aan elkaar. Plaats je rechterhand op je linkervoet. En je linkerarm wijst zijwaarts omhoog. Blijf het gewicht verdelen over voorvoethiel. Linkerarm zijwaarts naar beneden. En plaats je linkerhand op je rechtervoet. En breng je rechterarm zijwaarts omhoog. Het is net alsof je het elastiekje je lichaam wat strakker trekt. Blijf ademen. Adem uit, rechterarm naar beneden. Hand onder je schouder. Linkerhand onder je schouder. Adem dan van daaruit in, armen zijwaarts omhoog. Lift en strek uitademend handen voor de borst. En laat hem los. Heel goed. Draai weer terug op de mat. Breng je armen zijwaarts omhoog. Uitademend buig naar beneden. Handen naast de voeten als het kan. Rechterbeen naar achter. Heel end. Zak door je linkerknie. Voel de strekking ontstaan in je rechterbeen. Je rechter heel duw je net wat verder naar achter toe. En laat hem los. Doe je door het gewicht wat naar achter te brengen en dan je rechtervoet weer voor naast je linker. Inlift hoofdborst, borst. Uit buig, handen naast de voeten. Linkerbeen heel eind naar achter. Rechterknie net wat meer naar voor. Voel de strekking in je linkerbeen. Duw je heel naar achter. We laten hem los. Gewicht een beetje naar achter. Linkervoet voor bij je rechter. Adem in, lift, de hoofdborst. Adem uit. Buig. Staande vooroverbuiging. Laat hem los. Handen. Ietsje naar voren plaatsen. Rechterbeen achter. Linkerbeen erbij. Hond. Rechterbeen omhoog. Rechterknie bij je rechter elleboog. Tik hem aan. Rechterbeen omhoog. En buig. En hoog. En buig. Rechterbeen onder je linkerarm door, leg hem daar schuin neer. Linkerarm, til hem op en breng hem omhoog. Open je borst, linkerarm iets over je hoofd. En kom terug, linkerarm naar beneden, rechterbeen achter bij je linker, duw de billen naar achter en loop dan met je voeten terug naar de handen. Adem in, hoofdborst op. Adem uit, buig naar voren. Dieper in. Uitademend, armen voor en op. Armen zijwaarts naar beneden. En laat hem los. Diep in. En een lange uit. En doen we er nog een ronde. In. Armen op. Adem uit, buig naar beneden. Staande vooroverbuiging. In, lift de hoofdborst. Uit, handen plat. Breng je linkerbeen heel eind naar achter. Zak door je rechterknie. Breng je rechterbeen naar achter. Hond. Linkerbeen omhoog. Maak hem lang. Linke knie buigt. En breng hem naar voor. En op. En voor. En op. En voor. Nog één keer op. Nog één keer voor. Linkerbeen schuin onder je rechterarm wegbrengen. De rechterarm optillen, open je borst. Voel die beenspieren werken. Inrecht zo. Uit rechts, naar beneden. Hand onder je schouder. Linkerbeen achter bij je recht. Duw de billen weg. Loop met je voeten naar voren. Staande vooroverbuiging. lift hoofdborst. Uitademend breng de billen naar beneden. En leg je benen lang naar voren. Of op je eigen manier. Oké. Okay. Armen in omhoog, uitademend handen voor de borst. Plaats je voeten in de mat, onderbenen wat schuin. Diep in, uitademend rol over de zitbotten naar achter. Voel die spieren in je bovenbenen. Rol langzaam omhoog. Langzaam naar achter En op. En achter. En op. Rechter bovenbeen naar je buik. Linker erbij. Plak je benen aan elkaar, deel je voetzolen weg. Breng de armen langs de onderbenen en trek je borst de ruimte in. De boot. Als dus je denkt van nou, kan nog een tandje sterker, dan breng je de benen echt lang vooruit. Je wijsvingers, die plaats je tussen je grote tenen. Je rechterbeen strek je weg. Je linkerbeen strek je weg. Blijf je borst liften. Zoek de juiste strekking in je voetzolen. Breng je voetzolen tegen elkaar aan. Handen aan de zijkant van de voeten en trek de voeten naar jezelf toe, ellebogen naar buiten, open de borst, laat die beenspieren meewerken, laat je een beetje spanning los en breng je je voeten naar beneden en breng je het gewicht wat meer naar voren toe. Duw je ellebogen tegen je bovenbenen aan, alsof je die bovenbenen daarmee naar beneden duwt. Nog even. Echt een hele goede strekking voor aan die binnenkant van de bovenbeen. En laat hem los. Benen lang naar voren. Kom je liggen op je rug. De handen langs je lijf of de handen op je buik. Net wat je lekker vindt. En til je rechterbeen op. En laat hem zweven boven de mat. Eén op. En zweef. Op en zweef. Nog een. Op en zweef. Laat hem zweven, linkerbeen. Op. Zweef. Op. Zweef. Gaat hij nog? Op. Goed blijven ademen. Op en zweef. Nog één keer. Op en zweef. Bij de benen. Op. Zweef. Op. Zweef. Op. Zweef. Nog één. Op. En zweef. Voeten dicht bij de billen in de mat. Billen klein beetje los. Stukje hoger. Nog een stukje hoger. Voel hem goed in die bovenbenen. In richting de kniebanden. Kom op je tenen. Rol de wervels naar beneden. Rechterbeen strekken en laat hem zweven. Linkerbeen komt omhoog. Til hem op. Rechterbeen naar linkerbeen zweeft. Linkerbeen op. Kom tot zit, maar laat je voeten zweven. Armen naar voren. Omhoog, benen gestrekt. Terug. Strek. Terug. Strek, terug, strek, terug, strek, terug en strek. Rol naar beneden, armen lang, rechterbeen op, zweef, linkerbeen op, zweef, beide benen op, voeten in de mat, billen los, stukje verder. Nog een stukje verder. Op je verst. Lange uit. En rol de wervels naar beneden. Van je benen omhoog. Kom weer tot zit. Voeten zweven. Plaats je handen op je buik. En dan bedenk je dat je onder je voeten een tennisballetje hebt zitten. En twee tennisballetjes die draaien onder de voetzolen. Dus je onderbenen net ietsje verder naar voren brengen, zodat je die bovenbenen mee laat werken. Andere kant op. Nog één. Heel goed. Pittig, hè? Armen omhoog. Maak lang. Uitademend. Buig naar voren. Langzaam. Voel hoe je aan die beenspieren trekt terwijl je naar voren komt. Kijk maar waar je terecht komt. Laat je hoofd hangen. Nou, dan bouwen we deze les voorzichtig af door de rug naar achter te brengen, rond een stukje over die zitbotten. Lift je borst. Plaats je linkerhand op je rechterknie. Breng je rechterarm naar achter. En kom terug, rechterhand op je linkerknie, linkerarm naar achter. En terug. Plaats je voeten in de mat, je handen zet je achter je, je schudt je benen los. Benen neerleggen, wijd, beweeg ze. Ja, heel goed. Als je voelt dat je nog wat meer bewegingen moet maken om de les verder af te ronden. Het ligt er even aan hoe gespannen jouw beenspieren waren en hoe ver je ze hebt opgerekt. opgerekt. Geef er dan aan toe. Geef gehoor aan wat je benen jou vertellen. En uh, hou die benen zeker nog een uurtje lekker warm, zodat ze daarna pas voorzichtig kunnen afkoelen. Oké? Okay?